music can bring light to a dark world. It can bring love to a world where there's a lot of hatred. It can bring joy where there's sadness. But there's one person I share this with more than anybody in my life, and that is my wife, Marie, and I want her to come up here. This woman has saved my life, not just in the past 2 years. She saved my life every day for 25 years. When I met her and she started managing the career of my band, we were living in a little tiny shithole apartment and we had nothing. And when it was time to pay the rent, we would pawn a guitar. And any success that I've had as a solo act is due to the incredible work that she has put in. She's been there next to me, and I share this with her. This is equally yours, baby girl. Dames en heren, hartelijk welkom in Club Ziggo. Hartelijk welkom bij de Sena Awards. En dat is een jaarlijks terugkerend feest. En vanavond, vrienden en vriendinnen, vanavond vieren wij de gitaar. Ik heb wel een beetje gekeken bij de programmering dat we echte bluesmensen hadden. Ik vond het niet de avond voor popartiesten of wat dan ook. Nou, de eerste die bij me opkomt is natuurlijk Julian Sess. Dat is natuurlijk toch de man die al een aantal jaren, volgens mij al 25 jaar, aan de weg timmert. En ook door blijft gaan, platen blijft maken. We hebben een superjong talent, Tom Renet. Hij heeft de Sena Guitar prijs gewonnen voor Young Kids. En een talent van 14 jaar uit Limburg. We hebben nog een Limburgse gitarist, Guy Smeets. Ook een jongen die al behoorlijk aan de weg timmert en volgens mij een hele grote toekomst heeft. Daarna gaat Lenend Haagsma, de man van onze huisband, die gaat zelfs twee nummers spelen met zijn geweldige band. Daarna hebben we natuurlijk Jan Akkerman, een van de eerste winnaars. Die gaat ook weer gewoon vlammen en dat is heel fijn dat hij er is. Hij is ook degene die de prijs kan uitreiken. We beginnen met het zuiden van Nederland. We gaan naar Limburg. In Limburg, daar rizzelt het van het talent. Dat weten we zo langzamerhand. Dames en heren, hier in Club Ziggo, mag ik een warm applaus voor een van de beste blueszangers van Nederland, Mr. Philby. En ja, dan moet dan zo'n jong talent, zo'n held op zo'n plank met snaren bij. Hij was 15 toen opende hij al een festival in Tegelen. En hij is sindsdien eigenlijk alleen maar beter geworden. Hij is genomineerd voor de Dutch Blues Awards dit jaar. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Guy Smeets. Dames en heren, Philby en Guy Smeets. You got back a stone. You saw a grown man crying, but it left you cold. Oh, yeah, now, babe. I wonder how you could. The memory of our love still misunderstood.
mirror to yourself. You woke up in my eyes, my woman. You didn't look at yourself now. Whoa, babe. You know I tried, I tried, I tried.
heren. Guy Smeets en Phil B. Hij is eigenwijs, hij is eigenzinnig. En ik kan alleen maar zeggen, ik vind hem verschrikkelijk goed. Club Sicko laat dat horen voor Julian Sas. Ik speel eigenlijk alle stijlen wel die er zijn. Alleen met mijn band maak ik eigenlijk altijd een soort bluesrock, blues, psychedelica, jazz. Allerlei invloeden gewoon. Het is een soort stijl die door de jaren heen gevormd is. En ja, dat doe ik nu al 21 jaar en dat blijft doorlopen. We zijn bezig met een nieuwe plaat, dus die komt volgend jaar uit. En dan was het even, ik zit ook eigenlijk op het moment in de studio, dus het was even een mooi tussendoortje gewoon. Sound. So many faces and stories at this lonely part of town. Smoke and whiskey fills the air. It's getting cold outside. And everybody wants to run, but nobody knows where to hide. At the Campbell's table, everybody seemed to be rolling the dice. Gotta have luck, someone says, but luck is a lie. I know things don't change around in here long. Said we all gotta change in there. Everybody gonna change in here long. Singing the blues. Lost and found, lay it down for me. Nobody comes around and start to care. And everybody's been looking for mercy. Hey, man, and they're all aware. There ain't no place. We'll be right back.
said I'm singing the blues, y'all. Walter, wat kan ik over Walter zeggen? Heel veel. Ik heb hem regelmatig op festivals en andere plaatsen ontmoet. En wat ik van Walter zelf vind, is dat ik het... ik vind het een hele integere, oprechte, vriendelijke man die het muziekhart op de juiste plaats heeft zitten. En ik denk dat hij wat dat betreft daar vaak wel een van de groteren is die ik heb ontmoet. Dus ik vind het eigenlijk wel een groot mens. Naast het feit dat ik het gewoon een beer van de gitarist vind. Johnny. Toen Stevie Ray Vaughan en zo wegvielen begin jaren 90 en Walter eigenlijk opkwam, is zijn stijl van snel spelen en dat scherpe geluid wat hij altijd creëert op zijn meeste boogie stacks. Dat is denk ik voor veel gitaristen wel een grote invloed geweest. Ja, ik vond, je kon altijd wel merken dat er mensen naar Walter Trout hadden geluisterd als je zo hoorde spelen gewoon. De eerste keer dat ik Walter Trout live zag, dames en heren. Toen was ik 17 jaar oud, toen ben ik bij een concert geweest van John Mayall's Blues Breakers. En de tweede keer dat ik hem live zag, speelde hij solo met zijn band in 013 in Tilburg. En toen bracht hij dit nummer tegen gehoor. Red House van Jimi Hendrix. Thank you.
down over yonder, baby, way down across that hill. I go back way down over yonder, baby. Way down over yonder, baby. Dames en heren, Julia Sas. Vrienden, nou zul je denken, die Sena Guitar Awards en die European Guitar Awards, dat is voor de beste gitaristen op de hele wereld. Nou, dat is niet zo. Want we zijn ooit een keer begonnen met de Eddie Christiani Awards. Nou, Eddie Christiani was dat de beste gitarist van Nederland? Bij lange na niet. Maar het was er wel eentje die heel veel betekend heeft voor de elektrische gitaar in Nederland. En zo, ja, zo zijn we een beetje ook aan het kijken daarbij die Sena van wie heeft er veel betekend voor die elektrische gitaar in Nederland. En dan kom je tot allerlei winnaars. Toevallig loopt er nu ook weer zo'n winnaar het podium op. Hij gaat zo direct meespelen. Die kreeg ook een award. Ik meen dat dat in 2006 was. Toen heette het nog de Eddie Christiani Award. Dames en heren, Leendert Haaksma. Een man die zijn sporen ruimschoots in de muziek verdiend heeft. Gaan wij door met de volgende artiest. De volgende artiest die gaat werkelijk een, zeg maar op het slappe koord balanceren. Hij heeft een nummer uitgekozen waarbij je denkt van, ja, moet je dat nou wel willen? Kan je dat nou wel? En het is in 1969 toen het uitkwam, is eigenlijk de definitieve uitvoering daarvan gemaakt. En vanmiddag tijdens de repetities zat ik zo te luisteren en ik had kippenvel. En dan heb ik zoiets, ja, dan kan je het wel. Since I've Been Loving You. Het is een klassieker uit de muziek. Het is een klassieker die wij allemaal thuis hebben. Vanavond hoor je een prachtige versie van Marijn van Haren. Baby,
Rijn van Haren. Jongen. Ja, geef hem maar toe, want ik heb een beetje gekeken naar de eerste rijen toen hij aan het zingen was.
Was net echt, hè? Goed, hè? En heel veel mensen in de zaal hebben zoiets van Marijn van Haren. Jongen is al, heeft 3 albums met zijn band Navarone op zijn naam staan. Timmert keihard aan de weg. En heeft een strot waar je helemaal stil van wordt. Laat nog een keertje horen. Marijn van Haren. Applaus alsjeblieft. Zo, vrienden. Dat zijn van die dingen, dan ben je blij dat je erbij geweest bent, dat je het meegemaakt hebt. We hadden het net over de oudere gitaristen die een award krijgen, maar er zijn ook jonge gitaristen die een award krijgen. Dat is om te stimuleren en ook gewoon omdat ze verschrikkelijk goed zijn. Nou, zo eentje in de laatste categorie hebben wij nu voor je op het podium. Hij wordt terzijde gestaan weer door Phil B. Dames en heren, hier in de Club Sukko mag ik een applaus voor Tom Renet en Phil B. Manic depression captured my soul. I know what I want, but I just don't know. Hey, what about you? Feel sweet feeling, I wish I could caress, caress. I wish I could caress, caress, I mean, manic depression, frustrating mess. Thank you.
Ed en Philby. Hij heeft zijn sporen in het vak ruimschoots verdiend. Hij speelt met Anouk, hij heeft gespeeld bij Lois Lane. Kortom, het is een veelgevraagde gitarist. En het is een man die de weg weet op zijn gitaar. Dames en heren, Leendert Haaksma. By the way you treat me, there's nobody home. Cause you're about to lose me. You don't seem to care at all. Thank you.
We'll be right back.
dankjewel, Marijn van Haren. Het is een man met een nogal een eigenzinnig tintje. En dat siert hem ook, want dat heeft zijn muziek gemaakt tot wat het is. Club Sicko, laat het horen voor de maestro Jan Akkerman. We'll be right back.
Dames en heren, de maestro Jan Akkerman. Tja, vrienden en vriendinnen, en dan zijn we toe aan een moment waar ik eigenlijk weken naar uitgekeken heb. De man die de award vanavond gaat krijgen, we kennen hem allemaal en we weten wat er allemaal met hem gebeurd is. Zijn carrière is al vroeg begonnen. I started the trumpet at about age 6 and I started the guitar at age 10. And by the time I was like 14, it was all about the guitar. Although I did play trumpet all through high school in the orchestra, because if I did that, I didn't have to go to physical education, where you have to run around the track and exercise. So if I had band practice, I didn't have to go, run around. Ik ben er zo trots op. I'm very proud to announce Mr. Walter Trout. Walter Trout is typisch zo'n echte working class bluesgitarist. Hij heeft zich nooit verlogen tot commerciële dingen. De man is altijd heel dicht bij zichzelf gebleven. En hij heeft letterlijk een soort landjepik gedaan. Hè? Wat je ook vroeger zag bij een band als ZZ Top in de jaren 70 in Amerika. Stukje voor beetje heeft hij zeg maar land gewonnen en zijn naam is steeds groter geworden. En hij heeft er gewoon een hele grote devote club fans. En het is een geweldige gitarist als je hem op zijn Fender Stratocaster keer ziet gaat en het komt echt uit zijn tenen en dat is geweldig om te zien en te horen. We'll be right back.
love this band. You guys are incredible. Thank you. Dames en heren, Walter Trout.